Welkom bij deze 360 graden rondleiding in het Twiskehuis. Mijn naam is Nel Vader en ik zal u rondleiden hier in het Twiskehuis. Ik neem u mee naar een aantal specifieke plekken en ik zal op deze plekken ook iets vertellen. Als u de ruimte die u ziet nog wat nauwer wil bekijken, dan kunt u de video op pauze zetten en dan kunt u door uw muis over het scherm te bewegen ook wat beter naar de plekken kijken. Het Twiskehuis vindt u in Tuindorp Ozaan. Het is echt hartstikke Amsterdam, waar u ook in het huis de Amsterdamse humor en rechtschapenheid terugvindt. Doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg. Het Twiskehuis is een heel erg gezellig huis. Er is ook echt altijd wat te doen. Activiteiten, de visboer die in huis komt, een uitstapje, een optreden. Maar u bepaalt wat u prettig vindt, wat u leuk vindt, waar u behoefte aan heeft. We hebben een kapper, er is een pedicure, er is een fysioruimte. We hebben een prachtig restaurant waar elke dag vers gekookt wordt. Maar vooral hebben we hele betrokken vrijwilligers en een hele betrokken cliëntraad. Die samen met alle medewerkers zorg dragen voor de zorg aan u, maar ook het wonen en het welzijn. U bevindt zich nu op een appartement in het Twiskehuis. Het Twiskehuis heeft 62 appartementen voor langdurige zorg, 4 voor kortdurende opnames en 12 op het groepswonen. Daar vertel ik u later nog iets over. Elk appartement wordt door ons gestoffeerd. Op het appartement vindt u een woonkamer, een slaapkamer, een ruime badkamer en een kleine keuken. U bevindt zich nu op een slaapkamer van onze groepszorg. Groepszorg wordt hier geboden aan 12 bewoners. Het dagelijks leven van onze bewoners van de groepszorg speelt zich af in onze grote gezamenlijke huiskamer. Hier worden allerlei activiteiten aangeboden, maar vooral het dagelijks leven dat telt. Op deze slaapkamer mag u natuurlijk net als op onze andere appartementen mag u inrichten zoals u dat wenst. En nu bevindt u zich in ons restaurant. Het restaurant waar elke dag vers gekookt wordt door een van onze koks. Naast het restaurant is dit ook zeg maar, onze recreatiezaal waar veel van onze activiteiten plaatsvinden. Die gebeuren ook op andere plekjes in huis, maar de grotere activiteiten vindt u hier, evenals dat vaak in de tuin gebeurt. Activiteiten kunt u hier echt in allerlei soorten vinden, van yoga, tot een optreden, van een uitstapje tot de bingo. Er is echt voor elk wat wils. En dan bevinden we ons nu in de trots van het Twiskehuis. Eén van onze twee prachtige tuinen. Het is groen, het is gezellig. U ziet de kippetjes. Er zijn vele plekjes waar u gezellig kunt zitten. Onder de parasol, op een bankje. Wat moet ik u erover vertellen? Het is gewoon fantastisch. Ik dank u wel voor deze rondleiding. Ik hoop dat u een goed beeld gekregen hebt en dat ik u ooit mag begroeten in het Twiskehuis. Dank u wel.